Sommigen van jullie zullen deze plek nog herkennen van een van de vorige vlogs. Ik ben hier jammer genoeg niet alleen. Ik sta hier dus bij de fabriek van Eddy Merckx voor een uitverkoop van fietsen. Laten we even kijken. Is de huidige productiefietsen ook een collectie retrofietsen, als ook de Eddy 70, een zeer exclusieve stalen racer met moderne technologie. 3 uur later, we zijn er eindelijk buiten geraakt. Het was een ongelooflijk succes. Er stonden heel veel wachtenden. Het was super druk, maar ik heb een fietsje. Vrijdag, Vlondag. Koersje gedaan in Kalken. Op het vertrouwde parcours. De sprint van het peloton ging snel. Uiteindelijk 18e plaats voor mij. Het losrijden, even naar de vrouwen kijken. Maar ik zie precies al dubbel. Het is tijd om naar huis te gaan. Maar nu weten jullie nog altijd niet welke fiets ik heb gekocht. Het is de Merckx Strasbourg geworden. Past mooi bij mijn shirt. Dat groene kleurtje, de 360 video, zal ik later deze week of volgende week posten. En ook nog wat kleinigheden. Stuurlint. Een baselayer. Nog een onderlaag. Bidon. Onderlaag. That's it. Ik heb mij misschien een klein beetje laten gaan vandaag met het kopen van nieuw fietsmateriaal. En zijn er niks vergeten? Oké. Ik heb ook nog een kader gekocht. Ik heb ook nog een crosskader gekocht. Maar het was wel de moeite. Wanneer dat die gaat opgebouwd worden, ik heb nog geen idee. Maar je moet vooruitdenken. Naar de toekomst kijken. Later duik al een fietstochtje waar de gravelracer die ik heb gekocht zich perfect zo thuis voelen, maar ik heb beslist om nog even met mijn mountainbike te rijden. Dat moet hier serieus gevaarlijke beesten zijn, die wandelaars.